Hallo en vandaag ga ik starten met Far Cry 5. Far Cry 5. Boom, boom, boom. The Father is in beeld. Duitsland. Dit is een soort oorlogsspel, dus ik vond dat er wel goed bij was. Joseph Seed, zo heet hij. Ze noemen hem de vader. De vader. De vader. Hij gaat dood. Stambeeld van de vader. Dit is de helikopter waar we aan het begin zitten. Complex gebouwen.
Angels. Zullen we niks doen, geloof ik. Bereik de kerk. Scheiße. Ganz ruhig, Sharon. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Da steht. Das gele Lampje. Daar is een raam. De zon schijnt er door. En daarbij. Dat manneke dat je daar ziet staan, is Joseph C. Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Thank you.
Fortnite, ontem versie 1.82 is erop. De vader begint te zingen en dan stort hem neer. Hoe stort hij neer? Far Cry 5. Far Cry 5, sta je op de echt? Letterlijk. Oh, ik dacht Fortnite is geüpdate en ineens staat er Far Cry 5. En ineens... Ja, ik wil wel onze ruimte nemen. Maar dat is niet de ruimte. Nu de season. Ik zei toch dat God andere plannen met mij heeft. Krijg ik dan om te maken met zombies? Ik hoop het niet, want ik heb al sowieso genoeg van die peggies. Ik heb sowieso genoeg van die peggies, dus niemand komt je redden. Ja, dus, dat denk jij, vader. Ik wist niet dat mijn papa zo kwaadaardig kon zijn. Die vrouw die jullie rechts zien van beeld, is de vrouw die op de uitkijk staat en stond bij de deuren van de kerk. Ik ben een vrouw, zij is een vrouw, de sheriff is overdreven.